Het OM speelt bluffpoker in de zaak van No Surrender Emmen. Dat zegt hoogleraar Jan Brouwer van de Universiteit van Groningen. Volgens Brouwer gaat het OM buiten haar boekje met de inval bij de motoclub. Nou, verslaggever Jeroen Willems die volgt de zaak, Jeroen. Wat is er aan de hand? Nou ja, afgelopen vrijdag een inval van de politie, het OM en de gemeente. Ging met veel machtsvertoon, met een groot deel afgezet. Er was een flinke persconferentie. Er was een noodbevel. Dat is nogal wat. En hoogleraar Jan Brouwer zet daar vraagtekens bij. Je kan niet zomaar een vereniging afluisteren. Je kan niet zomaar hun clubhuis afpakken. Ook al is dat ooit 20 jaar geleden zonder vergunning gebouwd. Er zijn wel vermoedens van criminele activiteiten, maar hij heeft nog heel weinig harde bewijzen gehoord. In dit geval zijn de verdenkingen, althans die ik gehoord heb, wel heel erg minimaal. Er wordt gehamerd op drugsgebruik, maar ja, drugsgebruik is wijdverbreid en wordt niet strafbaar gesteld in de opiumwet. Men voert aan zwijgplichten, ja, maar dat is ook niet ongebruikelijk binnen clubs. Men voert aan mishandelingen. Er is nooit aangifte gedaan. Dan heeft men nog iets van internationale handel in drugs. Nou ja, ik ben benieuwd of er iets uitkomt. Ik heb toch het vermoeden dat hier een soort van bluffpoker gespeeld wordt. En ik snap dat. Het zijn geen leden van een damclub. Maar ik vind het wel echt op het randje van wat juridisch toelaatbaar is zitten. Ja, het is gewoon heel moeilijk om een motorclub aan te pakken. Maar als je dat wil doen, zegt deze hoogleraar, dan zou je dat bij individuele personen van zo'n club moeten doen. Kijk, dan mag je afluisteren. Dan mag je eventueel bijvoorbeeld een woning sluiten. Maar bij een vereniging, dan mag dat niet. Daar zijn grondrechten voor. En dat kan dus niet zomaar. Oké. Hoe reageert het Openbaar Ministerie? Nou, die zeggen wij spelen helemaal geen bluffpoker. Het is een belangrijk dossier voor ons. Het is ook een heel groot dossier. We hebben eigenlijk nog maar een klein deel van dat dossier in de openbaarheid gebracht. Dus eigenlijk weet meneer Brouwer niet zo goed waar hij het over heeft, zegt het OM. Ze hebben ook een advocaat ingehuurd, een bestuursrechtadvocaat. Want het OM doet aan strafrecht, maar dit is voor een groot deel bestuursrecht. Ze zeggen wij hebben het dossier helemaal dichtgetimmerd en dit is allemaal volgens de wet. Nou, het ging natuurlijk ons niet zozeer om de vereniging No Surrender, maar dit chapter in Emmen, dit clubhuis binnen dat clubhuis, daar gebeurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen. Dat is wat aan het licht komt, dat is wat zichtbaar wordt en op basis daarvan heeft het bestuur maatregelen getroffen. En dat lijkt me een hele goede zaak. En heeft hoogleraar Brouwer nog meer kritiek? Zeker. Hij zegt van ja, wat is nou de effectiviteit van deze maatregel? Hè? Je sluit een club, waar gaan ze dan heen? En ook de groei van clubs. Hè? Sinds 2013 is het aantal chapters hier in het noorden van 17 naar 24 gegaan. Dus een flinke groei. En landelijk is dat nog veel sterker. Dus zelfs sprake van een verdubbeling. Dus ja, het werkt helemaal niet. Nou, in de aantallen OMC's niet. Heeft dit effect voor de motorclub No Surrender in Emmen? Waar gaan die jongens nu samenkomen? Is dat bij meneer Kuipers thuis? Nou, dat zullen de buren leuk vinden. Dus ik vraag me af of het maatschappelijk nut van deze acties wel goed overdacht is. Op het moment dat je dit constateert binnen het clubhuis, dat beeld op wordt geroepen binnen het clubhuis, lijkt het mij volstrekt logisch dat je dat niet zijn gang laat gaan. Handel, aanwezigheid, drugs, die mishandelingen, maar dat je daartegen optreedt. Dat is één. Dus dat daar wat tegen gebeurt, ook vanuit de gemeente, want dat wil je niet in je gemeente, lijkt mij volstrekt logisch. En ja, we weten ook wel dat als je het op de ene plaats, zeg maar, wegduwt, dat het ergens anders boven kan komen drijven. Maar dat moet je natuurlijk niet weerhouden op te treden tegen dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En nu dan, Jeroen, hoe gaat het nu verder? Nou, het OM, we horen het, is heel duidelijk. Zij trekken zich eigenlijk niet zoveel aan van deze kritiek. Dit is een belangrijk dossier van het OM, van de gemeente. En zij zullen er eigenlijk alles aan doen om motorclubs dwars te zitten. Oké, Jeroen Willems, dankjewel.